Hi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Erwin Versteeg en vandaag maak ik de eindbalans op van de Range Rover Evo Convertible. De TD4 die ik de afgelopen week heb gereden, ongeveer 500 kilometer heb ik ermee afgelegd. Een auto die standaard is voorzien van een 9-traps automaat en toch wel, ja, we mogen hem wel apart noemen. Het is een SUV, permanent vierwiel aangedreven. Maar wel permanent, de Range Rover Evoque heeft een systeem dat in principe razendsnel de achterwielen bijkoppelt. Zelfs het vermogen weet te verdelen tussen links en rechts. Maar voor de efficiëntie is hij toch in principe op de rechterstuk. En het is nu, ik rijd nu de snelweg op, voorwiel aangedreven. Maar goed, dat terzijde. Een SUV waarvan het dak open kan. Een dak dat is ontwikkeld in samenwerking met Webasto. Webasto ken je misschien van de achteraf in te bouwen zonnedaken. Hoe denk ik nu over die auto? Nou, gemengd wil ik het niet noemen. Ik vind het aan de ene kant een ontzettend fijne auto om mee te rijden. Ik betrapte mij erop dat ik de afgelopen week continu een reden zocht om op pad te gaan met dit Land Rover product. Ik denk dat het wel te maken heeft met de zitpositie. Ik zit heel lekker. Je stapt natuurlijk vrij hoog in. Niet te hoog, dus dat is ook wel fijn. Ik zit lekker. De armsteun in het midden die kan naar voren geschoven worden. Daar kan ik mijn elleboog op kwijt. Links hetzelfde. Ook fijne ondersteuning. Goede stoelen. Flinke zittingen. Het stuur kan lekker ver naar je toe. Dat hele plaatje dat klopt. Daarnaast is het het feit dat de aandrijflijn ontzettend onthaastend en relaxed overkomt. De 9-trapsautomaat werkt heel fijn samen met de 2-liter dieselmotor 150 pk die in het vooronder ligt. Even de vergelijking, een Jeep Cherokee doet dit slechter. Daar lijkt de automaat wat minder te luisteren naar de motor. Dus dit heeft Land/Range Rover heel goed voor elkaar. Hij is ook vrij zuinig. Ik heb hem op een gemiddelde van 1 op 14. Dat is 2 kilometer verwijderd van de verbruiksopgave van 1 op 16, 1 op 16,5. Dus ook dat is zeker niet slecht. Het enige wat me dan wel weer een beetje tegenstond, zijn toch zijn off-roadcapaciteit. Ik hoop niet dat ze me kwalijk gaan nemen bij Jaguar Land Rover in Beest. Maar ik probeerde er gisteren een hellinkje mee op te rijden. Een helling van gras en modder. Jullie hebben dat ook kunnen zien. En hij deed het niet. Hij is dan gewoon te zwaar. Hij is ongeveer 250 kilo zwaarder dan een normale Evoque. En dat merk je op dat soort momenten wel. Het is dan 1960 kilo wat hij omhoog moet sleuren. En dat is het ledig gewicht. Dus rijklaar mag je er nog wel eens 100 kilo bij optellen. Ja, dat is gewoon echt fors. Je gaat dan naar een gewicht toe, bijvoorbeeld een Tesla Model S, die weegt dat ook. Ondanks zijn batterijpakket. Toyota Land Cruiser, die zitten allemaal een beetje in dat segment qua gewicht. En de Evoque is toch eigenlijk een compactere SUV. En dan is 2000 kilo is toch wel heel fors. En je merkt dan op dat moment dat hij dan niet zo lekker naar boven gaat. Uiteindelijk na heel veel oefenen, het Select Terrain systeem goed gebruiken, in te stellen op modder, op sporen. Ja, een beetje aandringen, schuin omhoog, op zoek naar grip. Kwam ik uiteindelijk toch boven. Hadden we er even een Subaru bij gehaald. Ja, die vloog eigenlijk op straatbanden. Datzelfde heuveltje met 2 vingers in zijn neus omhoog. Daar zet ik dan wel mijn twijfels bij over. Hè. Kijk, ga je de rotsen mee beklimmen? Ja, wie doet het? Maar goed, het kan. Dat soort momenten, dan excelleert het Land Rover systeem toch wel. Maar als het echt glad is, en bijvoorbeeld wat ik gisteren dus deed, die klei en het gras. Ja, dan merk je toch wel dat het gewicht hem gewoon parten speelt. Maar goed, we gaan het weer wat positiever maken. Positief was ik verder over het interieur. Dit is gewoon echt een hele fijne plek om te zitten. Ik kijk uit over de mooiste materialen, het mooiste stiksels. Echt iets waar die Engelsen ontzettend goed in zijn. Dat 10-inch multimedia systeem, dat is gewoon fantastisch. De graphics zijn mooi, het werkt snel. Het is gekoppeld aan het standaard Meridian audio systeem. De Evoque Convertible heeft standaard dit duurdere premium high-end systeem. 380 watt, hoe sterk is het? Optioneel kan je kiezen voor een 660 watt systeem tegen een prijs van om en nabij de 1200 euro.
Dan krijg je onder andere een center speaker erbij. Maar goed, dit systeem is toch heel erg krachtig. En zeker als het zit er standaard in. Het viel me daarbij op als ik het dak opendeed. Ik heb het niet echt veel kunnen doen. Sorry, het was begin van de week behoorlijk koud. Gisteren heb ik wel open kunnen rijden. Dan blijkt er wel, zodra het ook maar iets boven nul is en de zon schijnt een beetje. Gooi dat dak open, windscherm erin. Heerlijk. De kachel die kan het dan goed bijbenen. Het is niet dat hij continu als een maloot aan het blazen is. Stoelverwarming, stuurverwarming. En het wordt gewoon heel aangenaam. En daarbij dat Meridian audio systeem, die weet dan ook het geheel, het eventuele windgeruis en omgevingsgeluiden doordat het dak open is, vereffent die. En dat is wel heel mooi om te horen. Dan wordt het rijden op een zomerse dag, dak open, muziek aan. Ja, dat is gewoon genieten, kippenvel. Valt me verder nog iets op. Als het dak dicht is, stop gerust twee volwassenen achterin. Beetje inschikken voorin, maar het is wel te doen. Zeker de hoofdruimte is gewoon heel goed op dat moment. Dak open, hetzelfde. Zij het niet dat ze dan de volle laag aan wind in het gezicht krijgen. Dus stop er dan 5000 milligram vitamine C in. Misschien dat, dat ze het dan overleven. Negatief puntje daartegen is dan wel weer de kofferbak. 251 liter groot is die, klein, laat het zo noemen. En het is een soort brievenbusje hoe je hem gebruikt. Het klepje gaat zo open, dus je moet alles aan de achterkant inladen. Maar ja, als je er dan iets in wil laden, dan is er plek voor één klein boodschappenkratje. Of misschien een klein koffertje wat in de handbagage meegenomen mag, als handbagage meegenomen mag worden in het vliegtuig. Maar een reiskoffer kan je al vergeten, dan zou je de achterbank al moeten gebruiken. En dat maakt hem wel weer heel erg onpraktisch. Zeker als ik het dan weer af ga zetten tegen het gewicht van de auto, het formaat van de auto. Het is verder geen kleintje, zeker bijvoorbeeld heel erg breed. Iets waar je op moet letten bij parkeergarages. Want het viel mij op dat ik dan toch met de spiegels heb ongeveer zo'n stukje over. Dat is niet heel erg veel. Ja, heb ik zoiets van, het zou wel wat praktischer mogen. Ik denk dat een mini cabrio doet dat nog beter. Ja, dat is dan een mini. Maar ja. Al met al ben ik toch wel heel erg gecharmeerd geraakt van deze Evoque. Hij past wel bij mij, vind ik, qua rijden. Hij is wel wat stug. Maar ja, zeker op de langere stukken niet vervelend. Maar het stugge zorgt er ook voor dat ik er best wel wat rijplezier uithaal. Rijplezier als in een heel fijn stuurgedrag. Het insturen is ja, normaal en dat is wel positief. Want normaal bij een hogere auto moet je toch altijd net even wat verder insturen dan je in eerste instantie had beoogd. En dat is bij de Evoque gewoon absoluut niet het geval. Hij stuurt prettig in, de carrosserie zet zich niet. Het is insturen en hij blijft vrij goed in één keer meteen op koers. Uiteraard dankzij vierwielaandrijving heb je ook meer dan voldoende grip. Maar het is nu, ik rijd over wat dwarsregels en je ziet dat de camera vibreert. Het heeft ook te maken met 20 inch, dus als je die auto, stel je bent in de markt van Evoque Convertible, hou er even rekening mee met welke wielen je eronder schroeft, want 20 inch doet wel, ja, zeker wel wat afbreuk aan het comfort. Hou er rekening mee. Maar goed, ik ben nu onderweg terug naar Beest. Jaguar Land Rover is daar gehuisvest. Ik breng hem terug met een heel goed gevoel. Het is gewoon een fijne auto. Hij heeft echt wel zo zijn kritiekpuntjes. Maar goed, net die zaken als die kleine kofferbak, ik vergeef het hem. Het gaat er toch om hoe die rijdt, hoe die zit, hoe je hem beleeft. Ja, en dat is gan wel echt dik in orde. Ik ga hierna op weg naar Hyundai. De gefacelifte Hyundai i10 die staat op mij te wachten. Totaal andere klasse, maar wel leuk. Lekker zuinig. Kruip door, sluip door. En ook daar gaan we weer kijken hoe die bevalt. Tot de volgende. Doei!